Wat is het grote verschil tussen Haarlem en Vassen? Hier is gewoon rust. En de mensen. Dat is ook wel een groot verschil eigenlijk. Haarlem is heel druk. Heel leuk. Maar ook mensen heel erg op zichzelf eigenlijk. Eigenlijk eigen groepje. En dat heb je hier veel minder. Mensen zijn hier sneller geïnteresseerd. Dat nolberschap. Dat merk je eigenlijk wel hier. In het begin vond ik het heel grappig. Ik dacht, nolberschap, wat is dat nou? Maar dat merk je wel. En dat is wel heel erg leuk. En ben jij het hier mee eens? Ja, en vooral ook in Haarlem de race tegen de klok. Hè? Iedereen moet maar snel, snel, snel. En hier gaat het allemaal wat op zijn gemakje. En dan kan je gewoon wat later komen. Dus ja, dat valt ook wel heel erg op. Jullie zitten nu 5 maanden hier bij het theehuis Den Hoort. Hebben jullie overgenomen. Je hebt advertentie gezien in de krant. Waarom? En wanneer denk je dan van, dat ga ik doen? Ik was mijn baan kwijt. En toen had ik het aan Martijn uitgesproken. Van, ik zou eigenlijk wel wat in de horeca toch willen voor mezelf. En Martijn die zei van, ja, nou ja, dat wil ik ook. Sorry, Wesp. Waarop wij zijn gaan zoeken, gaan denken. Nou, wat willen we, waar willen we naartoe? Buitenland viel al heel snel af. De stap om te emigreren wilden wij niet. En toen zijn we op internet gaan zoeken. En toen zagen wij dit op, een woensdag of een donderdag staan op de website. Zondag zijn we hierheen gereden met de kinderen. Nou, we reden volgens mij alleen hier al de oprit op. En wij keken elkaar aan van, ja, dit is het. We vonden de plek en de mensen hier gewoon heel fijn. En het voelde een soort van thuis. Ja, is dat zo? Ja, had ik niet verwacht. Maar en wonen en werken. Ja. In Twente, dus eigenlijk heb je daar gewoon niets meer. Nee. Maar jij geniet nog wel af en toe van het Westen. Ja, ik geniet zeker van het Westen. Ik ga maandagavond rijk nog terug naar het Westen. En dan werk ik daar nog een aantal dagen eigenlijk de rest van de week. En dan is eigenlijk donderdag of vrijdag weer het moment om terug te rijden. En dan merk je ook al gelijk als je hier in de buurt komt, in Twente rijdt, dat ja, hoe mooi het hier ook is en de rust weer. Maar de drukte daar is voor mij door de week ook wel heel erg leuk. En hier, vooral in het weekend, natuurlijk ook de kinderen. We hebben 2 kinderen. En Corine is in het weekend vooral aan het werk. Dus dat is natuurlijk wel even wennen en de balans vinden met elkaar. Maar dat tot nog toe gaat het eigenlijk heel erg goed. Gaat het goed met het theehuis? Want het is een bekend theehuis hier in Twente. Vind je dat niet lastig? Waarschijnlijk weten de klanten meer van het theehuis dan jij bijna. Ja, af en toe. Ik had hier een gast en die was 65 jaar geleden hier geweest. Nou, die vertelde allemaal verhalen over hoe het eruit had gezien. Dus dat was heel leuk om te horen. Ik wist wel dat het theehuis niet aan de eigenaar vasthing. Dat is echt het hele totaalconcept en die beleving. Maar ik was wel heel benieuwd wat gasten van mij zouden vinden. En we hadden ook inderdaad in het begin, liep ik langs een tafel en dan stoten de dames elkaar aan. Ja, kijk, dat is er. Nou, dan stelde ik me altijd maar even netjes voor. Van, ja. Nou ja, hallo, leuk dat jullie er zijn. Maar ik was niet heel erg bang dat mensen weg zouden blijven. Ook omdat we het concept gewoon totaal niet hebben veranderd. Nee. Is dit jullie eindstation? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen als je zo jong bent. Maar is Twente, dit is het? Ja, zeker voor Corine is dit ook gewoon een droom die uitkomt. En het plek hier is uniek. En ik denk dat ze uiteindelijk ook wel iets in de omgeving van Amsterdam, Haarlem had kunnen kiezen. Maar dit vind je daar niet. En niet met zulke vriendelijke mensen. Vriendelijke mensen die komen zeker hier vaak langs. En ja, ik denk, hier gaan we voorlopig de eerste 20 jaar zeker nog wel zitten. Ja, 20 zeker. Minimaal.